Nee, daar horen wij te lang aan. Dan moeten wij elke keer horen. We zijn wereldkampioen in Nederland niet. Ver hoopt u dat de Belgen komen? Finale, ja. Mogen ze die dan ook winnen? Het ligt er aan wie de tegenstander wordt. Ja, als ze in de finale staan, dan is het winnen van Engeland of Kroatië. Dus dan mogen ze winnen, zeker. Leuk ploeg, speelt leuk voetbal. Lekker aanvallend, lekker snel spel. Dus ja, ik vind het wel een leuk team. Ja, ik gun ze de finale wel. En mogen ze hem dan ook winnen? Voor mij wel, ja. Kijk, ze komen niet voor niets in de finale. Ja, het is gewoon een keer iets dichtbij. Geen Nederland, ja, dan maar België. Zou wel betekenen dat ze eerder een WK winnen dan Nederland? Ja, nou ja, goed. We hebben wel eerder in de finale gestaan. Toen heeft Nederland het zelf een beetje, ja, verbrast. Ja, hun hebben wel een beetje de sympathie mee. En ja, veel spelers die hier vandaan komen. Echt, het is net zoals ze ook een beetje zijn opgeleid hier in Nederland. Dus dan, ja. Is het toch een beetje ook onze winst? Onze spelers ook. Zo voelt het dan ook wel. Ja, ze doen het goed, dus waarom niet, hè? Hoopt u dat ze in de finale komen? Ja, echt wel. Dat hebben ze wel verdiend. Nu dat ze al zo vaak gekomen zijn, hebben ze wel verdiend, vind ik. Hoopt u dan ook dat ze winnen? Nee, dan beginnen ze, hoorden wij jarenlang dat ze kampioen zijn geworden. Dan verdedigen ze de Nederlanders. Nee, laat dat maar niet. Ze zijn van zat gekomen.